Goh, ik denk een typische, misschien om even startschot daar te geven, is ik denk dat, dat er heel veel schrik is om te veel bloot te geven aan hoe dat je werkt en hoe dat je pricing in elkaar zit. Mm-hmm. Omdat er schrik is dat de concurrenten er dan mee gaan lopen. Dat is zoiets typisch dat we zien. Ja, nee, laat ons dat maar vooral voor ons houden. Dat is heel specifiek. Dat is intellectual property, of dat is iets van ons en we willen dat niet zomaar voor iedereen openbaar maken en dan zeker niet voor de concurrenten die dat dan misschien een voorsprong kunnen pakken met werk waar dat wij al een heel proces voor hebben moeten doorlopen. Hmm. Maar ik, ja, dat protectionisme kan daar misschien ergens wel inkomen, maar ja, ik denk niet dat je je marketing efforts mocht laten leiden door hoe dat je concurrenten erin staan of door schrik van door schrik te hebben voor je concurrenten, want dan ga je altijd op de rem staan, dan ga je altijd defensief zijn en dan ga je gewoon, zoals in dit geval, keuzes maken die dat niet in je eigen voordeel zijn. Dus ik denk dat dat al een hele grote is dat je zo toch wel terugziet van ja, laat het ons vooral tot de essentie herleiden en niet te veel te grabbelen gooien. En dan de mensen die nog eens aanvragen doen, als daar een concurrent tussen zit of iets dat ruikt naar een concurrent, die gaan we zelfs niet bedienen en die gaat meteen disqualified worden. Ja. Dat zien we ook heel veel. Effectief. Zelfs ja, als er echte interesse zou zijn om samen te werken, ja, dat je dan gewoon de informatie nooit ontvangt, omdat je zogezegd aan een concurrent bent, dat je gewoon eens komt snollen in je aanbod en hoe dat je hoe werkwijze en uw pricing in elkaar zit. Ja, ik denk sowieso. Concurrentie, de angst dat de concurrentie meekijkt en de angst dat ze met die informatie iets gaan doen om het beter te doen dan ons, ik denk dat dat ene is die heel veel terugkomt. Ja. Met er helemaal mensen die denken dat dat in tegenstelling zelfs een commercieel voordeel oplevert. Als je zelf transparanter bent dan de concurrent, dat dat in totaliteit in business uiteindelijk een voordeel oplevert in plaats van een nadeel, dat het feit dat we misschien een paar concurrenten kunnen meekijken. Dus dat vind ik inderdaad een goeie. Een tweede, wat ik ook wel zie terugkomen, is niet alleen angst, maar ook er is ook wel angst, maar niet angst voor de concurrentie, maar de angst om de controle te verliezen. De angst om niet meer in de lead te zijn rond sales. Mm-hmm. Omdat op een gegeven moment zeiden van, oké, als we... ik zie dat heel veel in vastgoed nog terugkomen. Overal, maar daar heel veel. Daar zie ik het heel veel nog, inderdaad. Gewoon het feit dat je zegt van, we gaan nog... voor de mensen die echt interesse tonen, gaan we nog documenten achter de hand houden, zodoende dat ze met ons contact moeten opnemen, zodoende dat wij in controle zijn van het salesproces. Mm-hmm. En ik denk dat dat ook iets is dat we moeten lossen. Ik denk dat dat anno 2022 gewoon niet meer de realiteit is. Gewoon je doodoverloot aan informatie. Dus we moeten daar denk ik ook wel over. Maar het komt ook weer al op angst in, denk ik. Angst voor concurrentie en angst voor de controle van het salesteam.